Dit filmpje maak ik deels ook voor mezelf. Ik ben wel benieuwd of je aan mijn ogen kunt zien of er een lens geïmplanteerd is. Dat is natuurlijk wel spectaculair als het te zien zou zijn. Ik ben aan mijn linkeroog. Dat is deze dus. Ik weet ook niet of die goed voor de camera zit. Maar in ieder geval, hier ben ik 5 weken geleden aan geopereerd. En aan dit oog 3 weken geleden. Ik voel me nu net als bij de oogarts. Dan is het ook van, kijk naar mijn oor, kijk recht vooruit. Ik hoop dat de macro van mijn camera dit nog bijbeent. Ik ben benieuwd of je dat ziet. Ik ben best nieuwsgierig naar. Dus, maar ik denk dat ik hem ook op YouTube zet. Dat is misschien wel grappig. Interessant. Er is mij verteld dat bij het linkeroog, dat is deze dus, linksboven, maar dat zie je niet, dat zit achter het ooglid, dat daar een groot litteken zit waar de operatie hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden. En dat kon ik ook voelen net na de operatie, dat daar wat zat. Het leek alsof het aan de binnenkant van mijn ooglid wat schuurde af en toe. En ik voelde wat geprik. Ik heb niet echt pijn eraan gehad. Echt, helemaal niet eigenlijk. Maar ik ben benieuwd of dit filmpje wat oplevert. Als het niet wat oplevert, plaats ik het niet uiteraard.